Hier. Dat ben ik. Lang geleden. Nu ben ik 28. De oud-brugpiepers beschreven in hun brieven een gewone dag als bron voor historici in de toekomst. Vanochtend ben ik om 6:30 opgestaan. Daarna ging ik me aankleden, eten en mijn boeken in mijn tas stoppen. Spullen klaargemaakt en samen met Lucine naar school. We waren op tijd in de dansklas en ik heb in de les aan de kant gezeten. In 1998 was er een landelijk project waarbij iemand opriep aan mensen om één dag te beschrijven. En daar wilde ik eigenlijk heel graag aan meedoen, maar is er niet van gekomen. En toen dacht ik van, leuk je project, ik ga het jatten. Dus heb ik het overgenomen. En elk jaar doen we het nog steeds. De kinderen schrijven een brief en na 15 jaar gaat hij open. De geopende brieven gaan naar het Stadsarchief Rotterdam en worden daar officieel onderdeel van de stadsgeschiedenis. Het geeft een tijdsbeeld. 15 jaar geleden liep nog niet iedereen met een mobieltje rond. Dat zijn dingen die echt heel snel veranderen. En ja, dat tijdsbeeld wil je gewoon terug kunnen pakken. Die krijg je via die brieven. Kijk, wat er nu in staat, het is 15 jaar geleden en dat is op de hele historie niet zo heel lang. Dus het is niet zo heel schokkend. Maar als je nou over 100 jaar of over 500 jaar wil weten hoe het was in deze tijd om jong te zijn in Rotterdam-Zuid, dan heb je een hele mooie bron. Je kunt de brieven lezen. Er staat gelukkig niks schokkends in, dus dat... Want anders had ik wel gedacht van, oh boy. Maar nou, het valt mee. Het is minder erg dan ik verwacht had.